Hi allemaal en welkom bij deze gloednieuwe kookvlog. Vandaag ga ik maken een spruiten groenekool en preistampot. En wat heb je daarvoor nodig? Goudse kaas, een zak dus met de groenten, die had ik bij Jumbo gekocht. Hamblokjes en nog een zakje mix voor stampot prei. En aardappels, ongeveer 600 gram. En die heb ik al geschild en die ga ik nu opzetten. Dan ga ik de hamblokjes in de pan opbakken. En als de hamblokjes klaar zijn, dan ga ik sowieso de hamblokjes, die zijn gewoon eigenlijk al kant en klaar. Maar ik vind het wel lekker om ze toch een beetje door te bakken. En de aardappels die staan op, 600 gram kruimige aardappels. En dan doe ik de zak er ook gelijk bij. Want deze spruiten groene kool moet ongeveer 20 minuten koken. Kan het tegelijk met de aardappels klaar worden. En dat is heel lekker om uiteindelijk hamblokjes, kaas en dan lekker stampotje. Nou, zo ziet het eruit in de pan. Er zit prei, de groene kool en de spruitjes. Dus dat is het voordeel als je een zak koopt, dan hoef je niet allemaal zelf meer te snijden. Nou, het staat al lekker te koken. Dan moet het nog even 20 minuten doorgekookt. Ik ga er even jus bij maken. Ik heb hele makkelijke jus. Ik heb gewoon van Maggi deze. Dan moet je gewoon poeder toevoegen. Nou, de hamblokjes die zijn lekker doorgebakken. Dan heb ik nog wat van deze lekkere kruiden. En Italiaanse gehaktkruiden staat erbij, maar ik vind het gewoon ook lekker voor op de hamblokjes. Dan ga ik het afgieten, want de aardappels heb ik even in geprikt. Die zijn lekker zacht, dus dan kan ik het afgieten. En dan vertel ik verder wat ik ga doen. Dan ga ik het allemaal even stampen. En om het een beetje zachter te maken, heb ik 150 ml melk gepakt. Nou ja, melk. Normaal moet je melk doen, maar dat had ik niet in huis. En ik had dit laatst van Albert Heijn. Dit is op plantaardige basis, iets nieuws. Dus heb ik dat gedaan, dat kan ook prima. Dan maak ik het even zachter, die. En dan ga ik het even opnieuw stampen. En dan doe ik zo deze kruidenmix door. En aan het eind de kaas en de hamblokjes. Dan ga ik de verstegen kruidenmix door doen. Het hele zakje. Dan ga ik het even goed door elkaar husselen. Dan de helft van deze kaas. Ik heb expres deze kaas genomen, wat pittiger. Want het heeft iets meer smaak dan gewone kaas. De helft van het zakje gaat erin. Ik heb maar één hand om te filmen, dus het is een beetje lastig. Zo. En alle hamblokjes gaan erdoor. Lekker alles door elkaar husselen. De kaas, de hamblokjes, de kruidenmix. En dan is het gerecht klaar. Dus het ziet er hartstikke lekker uit. Ik heb er heel erg zin in. Dus dan heb je stampot, spruitjes, prei, groene kool met kaas en hamblokjes. En een verstegen kruidenmixje. Deze dus. Dus bon appétit. Vond je deze kookvlog nou leuk? Abonneer even op het YouTube kanaal HS4L. Leuk als je even abonneert. Doe dat duimpje even omhoog. En ook leuk als je even een reactie achterlaat. Groetjes HS4L. Doei!